Ik dacht van yes, eindelijk vliegen op mijn draak, overal naartoe. Hey kijkers van Minecraft Terms, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe TDT-server met deze meneer de Ender Dragon. Of Enderman, sorry. Ik ben vandaag weer samen met Tobias en Matthijs, we hebben de boel eruit gehad en Tobias heeft iets nice aan de muur toegebracht. Ziet er sexy uit, hoe heb je dat gedaan? Coalblocks en wat steen. En wat steen. That's it. We met een chisel nog. Oh, nice. De muur is open, de quarry is eruit, dus we kunnen als het goed is vliegen. Hoe stap ik op dat beest ook weer? Oh, ja. Gewoon met een lege hand terecht naar muisknop. Is die nou aan het kruitsen, dat beest of zo? Nee, hij is echt hij super loopt slow. Heel langzaam. Ja, maar dit komt ook omdat het is zwaar hoor, zo'n ding. Ik weet niet precies hoe het komt, maar... Oké, okay, hoe vloog je, Matthijs? R toch? R is vliegen. Je hebt bij mij in ieder geval. Oké, okay, daar gaan we. R ingedrukt houden, dan zou je oh, dat is E. Doe dan! Heb je je controls goed ingesteld of niet? Ik veel, dat ding moet toch gewoon vliegen? Heb je, als je duplications hebt, moet je dat even uitzetten. Dragon controls. Ja, er staat een, iemand iets anders staat ook op R. Ja, dan moet je gewoon op, als de, die klik je aan. Wat travel ook op R gear staat, active abilities. Dat druk je gewoon op min. Gewoon naast de 0, weet je wel, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, minus. 0. Okay, minus, oké, gedaan. Minus gewoon, ja. Inventory sorting, minus. En nu staat hij op R? Nee, er staat nog meer op R. Jemig, wat hebben ze allemaal op R gezet? Ja, dat krijg je niet zoveel mods. Dat is omdat Matthijs niet heeft ge... Ik heb geen configuration. Oh, Matthijs, je bent... Goggles of revealing, minus. Oké, nu kan ik vliegen. Ja! Go, draakje! F5? F5, dan kan je zien. Dat is helemaal een veel vetter beeld. Wow, dit is fucking vet. Ik, hè. Je kan heel makkelijk overal heen nu. Hij is niet echt snel of zo. Nee, maar dit is vooral omdat het laggy is. Hé, kijk, daar staat gewoon nog een fortress. Even. Oh nee, wacht, dat is niet hetzelfde fortress. Laat maar zitten. Dat is een dungeon. Ja, die hadden Vincent en ik ook al gevonden. Even kijken. Oh, ik ga gewoon vliegen de hele tijd. Dit is echt niet snel of zo. Nee, single, nee, klopt. Als je, waarschijnlijk, als je singleplayer speelt, is het sneller. Ja. Omdat je dan nog geen... hij stuurt pakketten, zeg maar, van de client naar de server. En het, met zoveel mods, dan duurt dat even. Want daar ja, dat zie ik. Best wel traag gaat. Holy shit. Mijn hele droom met mijn draak is gewoon verpest nu. Ik dacht van, yeah, mijn draak en ik hebben het rijk voor onszelf en hebben eindelijk een goed leven. Nope. In plaats van dat hij snel vliegt, vliegt hij super langzaam. Alsof het een schildpad is. Een vliegende schildpad. Ja, dit is toch slow, kom op. Ik weet niet hoe snel die vliegt. Nou, kijk maar, niet. Iedereen kan het zien. Ja, ik ben in de boom. Dus ik dacht van, yes, eindelijk vliegen op mijn draak, overal naartoe. Je kan beter een jetpack hebben, though. Ja, denk het ook. Hoe maken we dat dan? Vanaf. Nou ja, jetpack ga ik nu niet maken. Uh-oh. Nou ja, dan moeten we gaan kijken wat we hiermee gaan doen. Ik vind deze draak nou niet echt bepaald, ik zeg effectief of zo. Nee. Oh ja, shit. Ik zeg. Hij staat vast! Draak, schiet op, jongen! Lukt het niet? Hij gaat heel langzaam naar beneden. Deze draak heeft niet zoveel zin in, hoor. Deze kaas heeft geen pindakaas gegeten. Not today. Even kijken, hoe doe je weer down? F. Er staat ook weer 30 dingen op F. Ik heb hem op right shift. Ik ga traag naar beneden, Matthijs. Ja, het gaat heel langzaam. Een right shift. Done. Nou, Matthijs, er zit geen voortgang in dat beest, toch? Hij is wel vet, though. Hij heeft echt geen zin in. Oh, bij mij zit er ook weinig voortgang in. Nu heb ik eraf. Ik wil eraf. Dank u. Waar is de chicken? De fish? Nou, er staan hier beneden bij onze boom staan ook nog 12 draken. Dus als je daar eentje van wil, moet je daar eentje pakken. Huilen. Ja. Oh, dit is echt erg, Matthijs. Het is zo erg. Als ik nu terug wil vliegen, dan ben ik 3 kwartier daarmee bezig, hè? Ja, dat weet ik. Ik ben ook niet weggevlogen, expres gedaan. Oh ja, ik wel. Ik dacht, ga gewoon lekker een stukje vliegen of zo. Hebben jullie nog rode vis? Ja. Ja. Mag ik er eentje? Nee. Van mij wel. Zeg nou nee. Zeg nou nee. Waarom mag je geen rauwe vis? Ik ben een ijsdragon, ik spuug marble. Ik ben een ijsdragon, ik spuug marble. Oh, ik ben een ghostdraak, sorry. Die animatie is wel mooi. Oh. Die loopt helemaal smooth. Maar de rest is gewoon huilen met de pet op. Even een vis. Oh ja, even F omhoog. Hoppa. Alsjeblieft. Nee, R. Yes. Yes. Dit gaat echt traag, jongen. Hoe traag? Te traag. Te traag. Holy moly, kwakkeboli. Ik wil eigenlijk, we moeten ook nog onze armen vet sterk maken. Hè? Hebben we ook nog niet gedaan. En ik wil ook nog naar de andere wereld, Tobias. Welke andere wereld? Naar, met de raket. Je wil naar de maan, of wil je eerst? Het lijkt me verstandiger om eerst een space station te maken. Ja, dus dan gaan we sowieso voorlopig nog niet naar de maan. Oh, ik zie eindelijk... Met de draak naar de maan. Ja. Kan wel, volgens mij. Nee, kan niet.
Niet? Tuurlijk niet. Maar... je kan toch ook niet met de auto naar de maan? Nee, maar je kan, als je hoog genoeg gaat, dan zie je gewoon echt een planeet, zeg maar. Je komt echt in dat... Nee, dat is alleen als je in een raket zit. Nee, ik heb dat getest met een andere server toen ook. Ja, of ze hebben het gefixt, dat kan ook, maar... En de achteruit... Ik heb dat... Deze draak heeft een achteruitstand. Zo. The Realm of My Night. Ja, die had dat wel. Goeie modpack. Yep. Yep. Ik heb dit, het kan hierbij. Ik heb dit, het kan... Ja, laten we dat maar niet doen. Oh, jij bent alweer thuis, Matthijs. Waar ben je heen? Ik ben thuis. Ik heb die draak geparkeerd en dat was het. Waar ben je heen gegaan dan? Ik ben gewoon weer naar beneden gevlogen. Gewoon in dat ding. Ja, oké, maar ik ben nu ook thuis. Maar waar ben je dan? Ik ben door de portal heen. Beneden waar? Bij ons. Bij Tobias? Ja. Bij Tobias, ja. Oké, dan kom ik daar ook heen. On my way. Rennen voor mijn zakgeld. Oh, ik snap nog een nominale hem in. Hey. Hallo. Oké, wat is het plan? Waarom staat hier een lever? Oh, wow. Goed. Dat was niet de bedoeling. Wat doet die lever? Geen idee. Toen was de lever. Ik was drawbridge aan het uittesten. Zo, de server lijkt wel even helemaal goed. Hij heeft er even moeite mee. Of vast door de draakjes. Oké, waar gaan we heen, jongens? Ja, wat gaan we doen, inderdaad? Wat kunnen we nog doen? Ik kan armor upgraden als je wilt. Ik heb geen idee hoe het moet. Ik heb die file nu niet open. Zullen we eens even kijken? Maakt niet uit, geeft niet. Oké, we moeten iets nuttigs gaan doen, jongens. We moeten actie ondernemen. Welke mods hebben we nog? We hebben genoeg mods. We hebben nog een Plate Energy Sticks. Dat is nog niet helemaal af. Ja. We hebben nog Collectorcraft. Daar hebben we al heel veel van gedaan. Ja, we zijn nog niet de ruimte in geweest, maar... Nee, dat is het enige. Lucky Blocks kan je zoeken als je wilt. Ja, weet je hoe lang dat zoeken is? Ik dacht van, ja, we hebben een draak vliegen overal doorheen. Draak werkt niet. Dat is toch lullig. Kunnen we kijken of we clones kunnen maken? Heb ik dat? Oh ja, we kunnen clones maken. Of Twilight Force hebben we ook. Dat is cool! Laten we daarheen gaan! Dat is actie! Dan moeten we dus al onze armor maken. En dan moeten we dus een gat 4x4 maken, toch? En dan moet je daar een plant door het water gooien, zo, toch? 2x2 planten eromheen. En dan water iets doorheen gooien, toch? Ja, en dan diamond erin. En dan een diamond erin. Zie je, ik weet nog best veel. Ja, heel goed. He remembers. Ja, we moeten wel inderdaad even dikke armor upgrade doen, wat we hier hebben dan. Anders dan... Nou ja, dat kost per... Het stukje van je helmet kost 5 diamonds, je chestplate kost 5 diamonds, je broekje kost 5 diamonds en je boots kost 5 diamonds. Oké, met andere woorden, hoeveel diamonds hebben we? 25. Oké, dat is niet genoeg. Nou, dan heb ik genoeg. Nee, dan moeten we dus even een dinges weer op gaan zoeken met z'n allen. Ja, of we zetten gewoon nog een quarry op. Nee, dat kan ook. Ja, dat kan ook, maar we kunnen ook gewoon... Dungeon gaan doen. Yes! Daar gewoon hebben we echt zin naar in. De laagste laag, dan hebben we gaan gewoon Rambo mode naar de laagste laag, inderdaad. Maar als je dan voor iedereen, Tobias, jij hebt je armor heb je al gemaakt, toch? Ja. Oké, maak voor mij en Matthijs dan voor onze chestplate en voor onze leggings. En maak 20 voor... diamonds. Ja, dan maken we 20 diamonds op, inderdaad. Goed gerekend, wonderknul. Nou, install modules. Dan moet ik even die file openen. Even moet kijken. Een energy cell erin zetten, zeker. Nee, ik heb al een advanced battery heb ik al. Nee, dat heb ik niet. Ja, in eentje heb jij er zitten. Of heb je ze in allemaal zitten? Ik weet niet. Mijn helm heeft het al, mijn chestplate heeft het al, mijn leggings heeft het al en mijn schoenen heeft het ook. Oh, dan heb je het in allemaal. Dus ik heb op zich, ik ben volgens mij wel redelijk ingepakt. Recipe. Alles heeft... Oh, behalve mijn schoenen hebben geen batterij. Oké, even kijken. Welke component advanced plating? Ik ben even mijn schoenen batterij aan het geven. Ja, plating advanced. Oh, oké, dat is niet zo lastig. Oh, mijn schoenen die zijn al redelijk vol met batterij. Dus moet je even Electrum Gears maken. Integrated control circuit. Hier Electrum Gears hebben we dan nodig. Electrum Gear? Ja, Electrum Gear. Oké. Electrum Gear. Oh, dat is niet moeilijk. Hebben we Electrum? We hebben heel veel elektra. Ik maak wel even dat dan. MV Capacitor heb ik nodig. Hoe maak je dat? Want jij hebt die recipe zeker, Tobias. Dat kost 4 wire. Gewoon zoals je in eerste instantie probeert. 4 wire. Met een hardened energy cell frame. Hoeveel electrum gears wil je? Ik heb er nu 8, 9, 10. Oh, ik wil er maar 4. Ik heb er 10. Ja, hier. Dat is een beetje veel. Ga staan en gooi ik het in je. Zo, hier. Energy zo, je cell. Hebt het. Ja, je hebt het. Frame heb ik nodig. Ik heb het niet. Echt, ik heb je electric... Oh, even Matthijs het gejat. Wat heb ik? Electric gears. Ja, dat klopt. Ik zal er even dief, zie je? Doe gewoon in de machine. Hoppa. Oké, nog iets wat ik moet maken? Nee. Oké, en nu? Het werkt niet. Waarom werkt het niet? Oh, wacht. Energy cell. En... Maak dit? Ja. 1, 2, 3... Maak alles op, maak alles op, maak alles op wat je hebt. Nee! Wat nee. We hebben nu nog maar 5 diamonds. Ja, huilen! Oké, geef mij er eentje. Geef mij er 2, bedoel ik. Nu. Dank je. Oké, Hardened energy chestplate. Cell.
Je kan ook een lege energy cell zie ik staan. Oh my god, het werkt niet, Tobias. Brain. Hey, je moet op je chestplate drukken, dan moet je op de diamond plating drukken en dan moet je op install drukken. Oh, nu staat de salvage. Wat is de lol, wat de hell? Ja, nu staat de salvage. Oké, ja, het zit erop. Oké, wat moet ik... En dan moet je je plating thickness moet je helemaal omhoog gooien. Oké, 6 points en hier ook 6 points. Ja, en hoeveel weegt je suit nu? 26 kilo. Ja, die van mij weegt 41. Kijk, als ik ook mijn boots... Kijk, als ik dit uitdoe, loop ik heel traag. Lol. Dat is te zwaar. Daarom ga ik ook kijken of ik de energy shield erop zou kunnen doen. Oké, nou jongens, dan hebben we dus... We hebben allemaal armor, dus dat is oké, weet je wel. Ik kan geen frame bouwen, though. Matthijs, jij moet ook even je armor aantrekken. Ja, ik heb er nog twee. Oh, Tobias, wil je wat voor mij maken? Nou. Een nieuw zwaard, want deze is echt slecht. Hier hak ik nergens zo doorheen. Eentje? Advanced plating, waar moet ik dat op toepassen? Rapier? Ja, eentje waar ik gewoon snel mee kan klappen, ja. Waar ik iedereen mee de pan in hak. Want dan kunnen we gaan. Ik moet even... Oké, ik heb even kijken eentje geïnstalleerd. Wat ik daarvoor nodig heb. Maar Tobias, ik heb die Hardened Energy Cell Frame. Er bestaat geen frame. Hardened Energy Cell Frame, die moet bestaan. Ik zie hem niet tussen mijn hoofd staan. Ik zie wel andere frames, maar geen... Frame... Ja, bestaat wel. Torch. Ik heb een Redstone Energy Cell Frame en een Restaurant Energy Cell Frame. Ja, en die andere zijn ook frames. Heeft iemand nog voedsel? Er staat geen balkje onder. Met dat rode erin is ook een frame. Oké. Okay. Oh. Want er staat geen balkje onder. Zie het. Hebben wij een Redstone Furnace, kan je zeker geen eten maken, of wel? Jawel, als goed is wel. Echt? Oh, vet. Led. Dat doe ik niet eens. Wat? Oh nee, laat maar. Dat doet een andere machine. Automatisch, denk ik. Iets in de Redstone Furnace plaatsen. Ja. Oh. Een redstone blok en glas. Oeh, almost out of glass. Ik maak wel even zand voor je. Hop, of glas voor je bedoel ik. Ja, is goed. Zo chill zo'n redstone furnace, hè. Dat gaat zoveel sneller. Zou ze ook gewoon in vanilla Minecraft moeten doen. Ja. Gewoon zo van, hey, fuck it, maak gewoon een redstone furnace. Boeien! En dan boom, boom, boom. Ja, maar ja. Er zijn al heel veel mods geïntegreerd in. Ik heb glas erin. Wacht het. Hoppa, ik heb hem. Energy cell. Hij is dat ding aan het opladen, joh. Dat is niet normaal. Oké, jongens, hebben jullie alles dan? Nodig, zei je? Ik heb een zwaard voor je gemaakt. Oké, nice. Waar? Oh, die hebben jullie ook? Ja. Dat is alleen die van mij is geüpgrade. Ja, heel sexy. Nee. Deze ramt toch overal doorheen en zo? En die andere daar. Deze slaat toch door armor heen, Tobias? Je hebt er vier nodig, ja. Die slaat door armor heen. Fix het maar, Tobias. Tobias. Van, ik kan er niks van, Tobias. Doe jij hem even. Ik kan het niet pakken. Oké, mijn arm heeft dus meer dan 100k of zo. Oké, jongens, ik ben klaar. Dat houdt in dat we de volgende keer een dungeon op gaan zoeken. Dat we die helemaal de pan in hakken voor diamonds. En dan kunnen we onze arm vet sterk maken. En dan gaan we dus naar zo'n Rainbow Forest geval. Zijn jullie er klaar voor de volgende keer? Ik wel. Yes. Hoop ik jullie ook. Druk op het duimpje omhoog, ze super awesome zijn. Zie ik jullie graag bij de volgende modpack. En zeg tegen jullie mensen, ciao! Yo!